De overheid en leveranciers van producten garanderen de gemeenschap dat er genoeg voedsel zal zijn tijdens de totale lockdownperiode. Die duurt tot en met 18 juni. Dit zegt het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in een persbericht. Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost, die samen met zijn personeel polshoogte van de situatie heeft genomen, zegt dat de panieksituatie helemaal niet nodig is. En ik heb bij verschillende groentehandelszaken, laten we zeggen Combi, Tulp, ik noem maar een paar hoor, Vitalo, Trends American, hebben we, ik noem een aantal hoor, zo zijn er nog meerdere. Maar natuurlijk kan je niet alle winkels gaan monitoren, dat is ook ondoenlijk. Hebben we toch zoveel als mogelijk assistentie verleend, om in ieder geval die rijvorming, want je krijgt gigantische rijen, ook bij die wisselkantoren hebben we dat gezien. Hebben gepoogd daarop in te spelen. Handhaven is natuurlijk niet eenvoudig. En een crisissituatie brengt vaak ook met zich mee, en dat moeten we weten, een stukje paniek. De mensen zijn in paniek. Hè, ze horen lockdown en dan krijg je een bepaald gedrag dat niet goed te keuren is. Het is onvoorzichtigheid. En dat kan leiden tot nog meer calamiteiten. Zorgwekkend. Zeker weten. Maar ja, ik vraag me ook af waarom mensen zoveel moeten inkopen. Minister Saskia Walden belegde samen met vertegenwoordigers van het platform Levensmiddelenimporteur Suriname, Fernandes Bakkerij, vertegenwoordigers van winkeliers en Combi Markt een Zoom-persconferentie. Deze organisaties hebben verzekerd dat de voedselvoorziening gegarandeerd is. Volgens de Communicatiedienst Suriname is er goed overleg geweest met het ministerie van LVV voor de garantie van groente, fruit, vlees, melk en andere noodzakelijke producten. De vrees voor schaarste is volgens de autoriteiten helemaal niet nodig. Walden vraagt de samenleving kalm te blijven.